In deze video behandelen we vraag 8 uit het examen van 2019, het eerste tijdvak. De opdracht valt binnen het domein meten en meetkunde. We zien twee kunststofwatertanks. Allebei de watertanks hebben de vorm van een cilinder. En de watertank rechts is een vergroting van de watertank links. De straal van de kleine watertank is 6 decimeter en de straal van de grote watertank is 12 decimeter. Verder is gegeven dat de inhoud van de grote watertank 15.000 liter is. De opdracht is, bereken de inhoud van de kleine watertank. Als je deze vraag snel leest, dan ben je misschien geneigd om te proberen de inhoud uit te rekenen via de formule voor de inhoud van een cilinder, namelijk straal keer straal keer pi keer de hoogte. De straal van allebei de watertanks hebben we immers al gekregen. Maar om dit te kunnen doen, hebben we de hoogte nodig. En die is niet terug te vinden. Zou dit misschien anders kunnen? Een belangrijk woord in de introductie van de opdracht is vergroting. Als de ene watertank een vergroting is van de andere, dan moet er een vergrotingsfactor zijn. Deze kan dan gebruikt worden. Om de afmetingen tussen de twee watertanks om te rekenen. De straal van de grote watertank is 12 decimeter en de straal van de kleine 6 decimeter. 12 gedeeld door 6 is 2, dus de vergrotingsfactor is 2. Even opgelet, zodat we één van de meest gemaakte fouten met vergroten kunnen voorkomen. Als je iets twee keer groter maakt, worden alle lengtes. Inderdaad, twee keer zo groot. Maar als je iets twee keer groter maakt, dan wordt de oppervlakte twee keer 2 of 2 in het kwadraat keer zo groot. Je maakt immers de lengte en de breedte twee keer zo groot. En als je iets twee keer zo groot maakt, dan maak je de inhoud twee keer 2 keer 2. Ook wel 2 tot de macht 3 keer zo groot. Want je maakt en de lengte en de breedte. En de hoogte twee keer zo groot. Dus als je iets twee keer zo groot maakt, wordt de inhoud acht keer zo groot. We weten de inhoud van de grote watertank al, 15.000 liter. En om van de grote naar de kleine terug te rekenen, moeten we delen door de factor voor inhoud. Dus 15.000 delen door 2 tot de macht 3. Dus 15.000 delen door 8. Dat is 1875. Dus de inhoud van de kleine watertank is 1875 liter. Deze vraag is drie punten waard. Het eerste punt krijg je voor het uitrekenen van de vergrotingsfactor. Daarnaast krijg je een punt voor de berekening met de factor voor de inhoud. En het laatste punt is voor het geven van het juiste antwoord. Wil je nog meer oefenen met soortgelijke vragen? Dan hebben we een aantal vragen uit de examens van voorgaande jaren voor je bij elkaar gezocht. Die hierbij passen. De link vind je onder de video. Deze video is gemaakt in samenwerking met lerenvoorhetexamen.nl. het examen.nl. Hier vind je alle informatie om je goed voor te bereiden op het examen. Zoals lesmateriaal, video's en examenuitleg. Meer wiskundevideo's vind je natuurlijk op het YouTube-kanaal van Wiswereld. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.